Rijlessen op de snelweg bij Meppel is op een bijzondere manier afgelopen. De auto met instructeur en leerling eindigde in een sloot. De auto reed op de A32 toen de wagen naast de weg terecht kwam, een boom raakte en vervolgens te water raakte. De inzittenden wisten wel op eigen krachten uit de auto te komen. Ze zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.